Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Op dit moment zit ik in mijn gamekamertje. En je kijkt naar een video gerecord met mijn nieuwe camera. Deze camera ga ik gebruiken voor het livestreamen. Maar ik dacht ik gebruik hem ook eens voor deze video. Ik heb namelijk iets super super tofs. En ik ben echt super blij dat ik deze heb ontvangen. Het is de nieuwe OnePlus 6T. Ja, je hoort het goed. De OnePlus 6T. Ik ben groot fan van OnePlus 6. Ik denk dat velen van jullie dit al weten. Ik heb de OnePlus 1 gehad. De OnePlus 3. Op dit moment bezit ik de OnePlus 5. Ik smeer mijn hele familie de OnePlus aan. Omdat ik zelf super fan ben. En nu, ja. Nu is de OnePlus 6T uitgekomen. Hij is al een tijdje uit. Maar deze, de Thunder Purple. Dat is een limited edition kleur. Die is per vandaag verkrijgbaar. Dus ja, er was maar één optie voor mij en dat was deze aanschaffen. En ik dacht, zoals jullie gewend zijn met al mijn OnePlus, ook weer een unboxing en review van deze. Op dit moment heb ik dus een OnePlus 3 en ik ga hem upgraden. Of de OnePlus 3, wat zeg ik nou? Ik heb op dit moment de OnePlus 5 en ik ga hem upgraden naar de OnePlus 6T. Om eerlijk te zijn kan ik niet wachten om deze nu open te maken. Dus laten we er vooral niet langer omheen draaien en dan ga ik hem nu openmaken. Zelfs een mesje in de juiste kleur erbij gepakt. Van OnePlus. Niet van de Thunder Purple. Ik ben zo benieuwd naar die kleur. Op social media. Oh, zo mooi. Oh my baby. Can we stay in nature? So I'm crazy. Want you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. Noem me perfectionistisch trouwens. Maar ja, ik wil alles zo netjes mogelijk houden. A collection of individuals possessed of a tremendous understanding on superior taste in the finest technology. What's most important is that they are part of what we do. And that includes you. Oh my god. Ik ben echt te hype voor deze telefoon. Oké. Moment van de waarheid. De vorige keer, toen ik dit deed, zag je niet mijn telefoon toen ik de deksel opendeed. Dus we gaan even kijken of we het vandaag wel zien. You get to fly with me. I can take you down. Oh, wow! Je ziet hem meteen. Oh my god, die waterdruppel. I love it. Oké, ik ga hem er meteen uithalen. Doe ik dit goed? Nee, dit doe je helemaal niet goed, Mattia. Hij zit vast. Oké, nou, ik hou hem maar heel eventjes zo. Tada! Als je de telefoon eruit hebt gehaald, dan zit er nog een oplaadstukje bij. Het stukje wat verzorgt dat je van een... Ja, die stop je in de oplaadstuk. En dat is dan... Bloop, de audio jack. Dus daar kun je de audio in pluggen. Dus je headphones. En natuurlijk een oplaadstukje. De charger. Dat zit er in de doos. Ga ik eventjes verder kijken. Naar de phone. Ik ben te bang dat ik hem laat vallen. Zit hier een handigheidje aan? Oh, er zit een hoesje bij. Kijk, dat is handig. Er zit een hoes bij. Ik weet niet of dit altijd het geval is. Maar ik ga ervan uit van wel. Nu ben ik heel benieuwd hoe ik deze telefoon eruit krijg. Want zonder hem te slopen. Moet ik dan hier aantrekken? Oh, oké. Ja, sorry. Ik was te bang, maar ik heb hem eruit gekregen. Dat ging niet goed, maar... Oh, oh my god. Kijk dan. Oh, wauw. Ik denk dat ik zo nog even wat shots ga maken. Met alle stickers eraf. Maar oh my god, die kleur. Oh my god. Dit zijn wel... Oké. Ik ga deze er even aftrekken voor de mensen die dit leuk vinden om te zien. Tada. Heerlijk. Ga dit stickertje er ook afhalen. Recommend using screen protectors. Van OnePlus. Ga ik meteen eventjes in deze hoes doen. Nee, ik moet eigenlijk nog de simkaart erin doen. Hè? Mijn sim. Voordat ik hem in de hoes doe. Zit dit erbij? Dit is een soort smart guide. Zit altijd erbij bij OnePlus. Proud member of the OnePlus community. Stickertjes. Superleuk. Even kijken. Er zitten allemaal IQ codes op. Ik weet niet precies waarvoor dat is. Dit is vast een smart guide. Unlock the speed. Oh,
Welke taal spreek ik? Engels. Engels. Zit er ook Nederlands? Nee. Welkom. Get support. Ja, dit is niet... gaan we niet lezen. You AU contact. En dan de safety information. Nou, die ken ik inmiddels. Die heb ik al zo vaak gelezen. Dit is het stokje waar je je simkaart mee kan vervangen. Wat heel goed is. Even kijken. Die zit aan deze kant. En het is weer een dual sim. Wat ik echt ideaal vind als ik bijvoorbeeld in Amerika ben. Dan kan ik gewoon de tweede sim gebruiken. Dit gaat niet heel... Oh ja. Gewoon wat harder. En hier kunnen dan twee micro SD kaarten erin, toch? Of sim 1 en sim 2 kunnen hierin. Tada! Hartstikke mooi. De versie die ik heb is trouwens de 128 gigabyte. Ik heb er nu al vlekken op gemaakt. Lekker bezig. Kijk, nu zit hij in de hoes. Dat is ook nog een protector. Waar ik hem sowieso in ga houden, want anders... De kleur is... Je ziet iets minder de kleur door die hoes. Maar het maakt helemaal niet uit, want we houden toch van hem. Ik ga even wat clips inserten met een muziekje eronder. Waar je alles in kan zien. Ga ik hem ook opstarten. En dan zie ik jullie na die clips weer. Oh my baby. Can we stay in nature? So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my walking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make Dat is die nog steeds. De OnePlus 6T Thunder Purple. Ik ben super blij dat ik deze heb mogen krijgen van de OnePlus. En ja, ik ga nog wat meer gadgets ervoor halen zoals ik altijd doe. En ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat me vooral weten als je ook een beetje fan bent van OnePlus. En of je deze video, of je deze ook gaat halen. Dat zou ik helemaal tof vinden. Volgens mij kun je mijn link zelfs gebruiken. En dan krijg je volgens mij... 20% korting op alle gadgets. Nou ja, ik gebruik zelf ook altijd die link. Dus mocht je dat doen, doe dat vooral. Support mij een beetje. Hoeft helemaal niet. Maar laat me vooral weten wat je vindt van OnePlus en welke telefoon jij gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Geef het natuurlijk een dikke duim omhoog. Reageer met welke telefoon jij hebt. En vergeet niet te abonneren. Of wat ik wel had gezegd. Ik weet het niet. En vergeet natuurlijk niet mij te volgen op al mijn social media. Want dat is allemaal Mattia TV. Tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Doei!